De gemeente Beuningen gaat bewuster om met de openbare verlichting. De komende periode worden verouderde lantaarnpalen en lampen vervangen voor duurzame LED-verlichting. Ook is kritisch gekeken in samenwerking met de bewoners naar welke locaties verlicht moeten worden en op welke tijdstippen. Op sommige plekken krijgen lantaarnpalen een andere plaats. Bij onder andere parkeerplaatsen gaat na 11 uur de verlichting uit. De bewoners van de nieuwe wijk De Hutgraaf in Beuningen storen zich aan het terrein nabij het zwembad, waar vroeger een midgetgolfbaan was gevestigd. Dit terrein ziet er onverzorgd en rommelig uit, zo zei raadslid Jos Jansen dinsdagavond in de gemeenteraad van Beuningen. Hij pleitte ervoor dat het gebied wordt opgeknapt en dat het daarna ook wordt bijgehouden. Wethouder Pieter Klein zei dat hij het probleem gaat bespreken met de eigenaar van het terrein. Hij verwacht dat het wel in orde komt. De gemeente kan dit overigens niet afdwingen. Er komt dit jaar toch een Happetaria in Nijmegen, dat meldt het landelijk bureau. De studenten die het tijdelijke Goede Doelenrestaurant op 14 februari in Nijmegen willen openen, hadden tot afgelopen maandag de tijd om een geschikte locatie te vinden. Happetaria's zijn tijdelijke restaurants in de studentensteden die geld inzamelen voor goede doelen. Die restaurants worden bestierd door christelijke studentenverenigingen. In Nijmegen hebben 5 daarvan de krachten gebundeld. Sinds september gingen Nijmeegse studenten langs meer dan 60 horecapanden, maar geen enkele exploitant durfde het aan om zijn keuken een maand lang ter beschikking te stellen. Het nieuwe Happetaria restaurant komt in de voormalige bistro Allerlei aan de Regulierstraat.